Hallo Sanite, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met onze grote treksleden. Volgens nu ben ik hier gebleven en we zijn weer terug. En ja, ik ga vandaag in ieder geval eerst een keer proberen om in ieder geval één leveltje weer omhoog te gaan. Zoals ik iedere keer doe. Ik heb in de tussentijd niet echt veel tijd gehad om te trainen. Vanwege dat ik het ook gewoon druk had met andere dingen. Maar dan gaan we het gewoon nog eventjes nu doen. En als ik hopelijk in deze dagen nog een keer tijd heb, dat ik dan nog even ga trainen. Dus ja, ga eens even deze allemaal even een beetje kapot maken. Volgens mij zit er wel, ja, er zit wel in een ander mannetje hierbij. Ach, ik ben zo'n zombie die ook weer even aandacht wil. Nou, is helemaal prima. Want volgens mij doet hij niet echt veel damage. Nou, beetje. Niet echt veel dus. Zo. Maar de tuners die willen wel goed helpen, dat is wel fijn. Moet ik even kijken. Of het was dat die draak level 53 was of level 63. Ik denk echt wel 63, maar daar gaat nog wel veel trainen worden. Gewoon even kijken. 63. 56 demon. 39 mage. 50 plus in combat skills en 37 plus player recommend. Dat 37 player, dat gaat toch wel moeilijk worden, denk ik. Hop, weer een bij. Rip. Ik pak gewoon die big bones en dan ga ik dat gewoon gelijk ook eventjes een beetje trainen. Doe ik normaal niet, maar is wel handig. Als het recommended is om level 37 te hebben met prayer. Oh. Boom. Ancient Diamond. Maar waarom is 37 Prea eigenlijk recommended mee te hebben? Oh, Protect for Magic, natuurlijk. Ga ik in mijn tussentijd ook nog even preren, een beetje preren. Ja, dat kan. Gewoon even bij de geheel wat halen ofzo. Dan gewoon daar alles in goed. Zo. Ja. Goedemorgen. Hop. Improved reflexes. Och, komt er weer een ander mannetje bij.
is ook wel fijn dat ik van die Tainted Shard ook gewoon een beetje bonus XP krijg. Zou die veel zijn, maar wel een beetje. Nou, dan is er weer een bij. Set level target 37. Nee. 37. Iron Kite Shield. Allemaal beter bij kite surfen dus. Ik heb al 24.000 nodig in totaal. Oh. Als ik dat gewoon in de tussentijd ook ga doen, dan moet het wel goed komen toch? Die kan hem niet krijgen, maar die andere wel. Wauw. Of met die bones moet ik eigenlijk ergens gaan kijken waar ik het beste kan doen. Een online guide of zo. Weet ik mensen wel meer vanaf. Ach, nog weer twee. Hoppakee, weer erbij. Big Bones. Kom hier, Little Giant. Wat armor heeft hij dan aan? Hij heeft Adamant. En die is level 62? Oeh. Hij heeft al een goed skippy top. Rip. Nou, kom. Kom maar hier. Of blijf daar. Gelukkig gaan de eerste levels met prayer altijd best wel redelijk snel, vind ik altijd. Hop. Ik kan een beetje damage krijgen. Altijd fijn.
Ach, help die Janen. Nou, de grootste is het ook weer vandaag. Eén van die gozers. Daarachter was er ook nog eentje natuurlijk, maar... Ja, die kan wel out of health, item zijn, dat zo denk ik. Ja, ik denk dat ik strength, attack en defense wel vandaag leveltje omhoog krijg. Plus springen natuurlijk, waarschijnlijk nog twee of één leveltje. Maar wanneer ik met die Dragon Slayer quest bezig ben, dan maak ik er gewoon een hele lange aflevering van. Vanwege dat die quest nog behoorlijk lang kan duren. Maar ik ga er waarschijnlijk wel een guide bij halen, want anders ben ik over 20 jaar nog niet verder. Nee, maar het is gewoon zo van die... Want er is een locatie in de game, een soort van doolhof, waar je dan ook helemaal doorheen moet. En dat is het kunstige gedeelte. De rest, dat valt allemaal nog wel mee, maar... Dus dat punt in de quest, waar ik echt zo heb van, ja, daar heb ik wel even een guide voor nodig. En dan neem ik natuurlijk ook gewoon health items mee, natuurlijk. Aan één keer was ik echt zo idioot bezig op mijn main account. Gewoon naar de Dragon Slayer quest zonder health items te gaan doen. Ja, nee, dat wil niet werken. Daar kwam ik ook heel gauw achter bij de draak zelf. Toen was het probleem ook zo van, ja, dan verlies je ook al je items. Een paar na, volgens mij. Dus ja, dat was me niet echt goed bevallen. Dus hopelijk gaat het dit keer wel beter. Dus daarom train ik ook nu gewoon volop. Moet het wel goed komen, toch? Ik heb sowieso plus 50 combat skills nodig. Maar bij die Elfarts, daar is alleen die Dragonbreath godzanselijk irritant. Dat heeft ermee te maken als je geen anti-dragon shield bij je hebt, dat behoorlijk wat damage kan doen. Maar ja, meestal krijg je die wel in de quest zelf. Of misschien moet ik het zelf halen. I don't know. Zal wel goed komen. In ieder geval. Misschien dat ik ook nog wel even een aantal questjes tussendoor ga doen. Die dan waarschijnlijk misschien nog gaan helpen met prayer en combat exp. Dat is wel even chill zijn. Gewoon even een beetje een boost hebben. Kan me natuurlijk wel even wat schelen. Het zou gewoon fijn zijn als ik gewoon een rune armor heb. Wel fijn dat ik wat geld heb. Dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Oké, mijn prayer is ook bijna weer omhoog. Dat is ook wel fijn. Oh ja, nog 5 XP. Volgende botten, hier heb ik dan dus sowieso wel een level hoog. Maar ja, prayer is gewoon een moeilijke skill om te trainen. Ja, dat vind ik zelf dan. Maar oké. Oh. Hoppakee. Weer eentje neer.
achter mijn treasure hunt. Oeh, er is een heel hoge kans dat ik een XP lamp krijg. Nou, dan ga ik die gewoon gebruiken op de op prayer. Prayer. Het helpt me wel 274 XP. Even zien hoor. Kijk, 128, 98 en 137. Ongeveer. Ja, dat heb ik zo gedaan. Nog even een aantal van deze Hill Giants neermappen en dan moet het goed komen. Bones. ...24 buiten 100. Dat heb ik echt snel gedaan. Oh. Ja, ik hoop ook natuurlijk met de hoeveelheid XP dat die heel joints me geven. Hoppakee. Strik level 41. Dat is de eerste skill. 41. De rest nog. Hoppa. Attack level 41. Ja, dat blijft maar even doorhameren. Misschien kan ik ook nog prayer eventjes een leveltje omhoog halen. Dat zal wel grappig zijn. Ook de prayer even 3 levels omhoog gewaaid. En daar hebben we defense. En we zijn level 49. Hoppakee. Ja, gaat hard nu. Nog. Maar hoe verder je komt met combat levels, dat wil nog wel eens tegenvallen. Maar ja, dat is ook wel logisch. Misschien moet ik dat op mijn meta-account ook maar even eens even gaan doen. Gewoon heel wat combat XP gaan trainen. Lijkt me wel verstandig. Als ik ooit een keer met me ben, dan moet ik tegen wat van die bosses vechten ofzo. Dat zou wel handig zijn, ja. Oké, nog eentje, denk ik. Dan kunnen we weer naar boven. Zo. Gelijk de big bones als het is. Yes. Even kijken. Improved reflexes. Nice. Niks interessant. Hier ook niet. En hier ook niet. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.